Mijn naam is Elise Smal. Ik werk bij VAROS binnen het programma van gezondheid van asielzoekers en vluchtelingen en andere migrantengroepen, maar mijn focus ligt op statushouders de laatste jaren. En met name op wat zijn nou de specifieke gezondheidsrisico's bij statushouders en wat zijn nou de dingen waar je op kunt inzetten om te zorgen dat nieuwkomers zo snel mogelijk de weg naar zorg vinden, zo snel mogelijk passende zorg ontvangen en ervaren, om te voorkomen dat eigenlijk de mensen die nieuw binnenkomen in Nederland, dat straks de groepen worden met de gezondheidsachterstanden. Dus door daar snel dingen op te gaan doen, hoop je dat mensen hun gezondheid zo goed mogelijk kunnen behouden. En deze workshop gaat over gezondheid en inburgering. Zoals jullie waarschijnlijk wel weten, is er een nieuwe inburgeringswet in de maak. Die is uitgesteld tot 1 januari 2022. Maar gemeenten zijn natuurlijk wel volop al bezig met voorbereidingen daarop. En ik ben vanuit ons programma en vanuit VAROS veel in overleg met gemeenten om te kijken van, op welke manieren ben je nu al aan het voorbereiden. En heb je daarin ook oog voor die thema's als gezondheid, welzijn, opvoedingsvraagstukken, gezinsproblematiek. Dus eigenlijk al die dingen die zo belangrijk zijn om te kunnen meedoen en om je te kunnen focussen op je inburgering. Denk je daar ook al aan? Welk aanbod heb je al? En hoe ga je straks in je inkoop rond die nieuwe inburgeringswet dat koppelen eigenlijk aan je, in je inzet rond gezondheid en het terugdringen van gezondheidsachterstanden. Verder ben ik heel breed. Wat ik concreet doe bijvoorbeeld is heel veel trainingen geven aan klantmanagers nu al. Over het signaleren van gezondheidsproblematiek en over het bespreken van gevoelige onderwerpen. We zijn ook actief rond meisjesbesnijdenis, dat soort dingen. Cultuursensitief werken, dat zijn belangrijke thema's. En behalve op dit thema doe ik ook nog een aantal andere projecten rond mentale gezondheid, rond gezinshereniging en gezinsondersteuning. Een beetje die hoek. Dus dat over mezelf. Omdat we een klein groepje zijn, lijkt het me leuk om even een voorstelrondje te doen. Daar hebben we nu tijd voor. ik begin naast mij, daar zit Anthony. Kan jij je voorstellen? Ik hoor je niet. Oh, wacht even. Hoor je niet? Even zetten natuurlijk. Ik moet mijn microfoon weer aanzetten. Ik verwacht een hele grote groep te komen en daar als toehoorder aan deel te kunnen nemen. Maar dat pakt een beetje anders uit. Ik ben gepensioneerd. Ik heb een achtergrond bij de GGD, onder andere gezondheidsbevordering. Maar ik ben nu actief als vrijwilliger bij een steunpunt uitkeringen, waar ik ook statushouders ontmoet. En als vrijwilliger bij Humanitas Homestart, waar ik gezinsondersteuning in gezinnen doe. Ook gezinnen die nog aan het inburgeren zijn. Dus vandaar mijn interesse, want de problematiek kom ik tegen. Ja, mooi. Ja. Johanna. Ja, mijn naam is Johanna de Veer. Ik ben beleidsmedewerker bij de gemeente Zeewolde. Samen met de gemeente Harderwijk en Ermelo bereiden wij de wet inburgering voor. En die is inderdaad uitgesteld tot 1 januari 2022, hopelijk. We zijn eigenlijk al bezig met, ook op de Noordwest-Veluwe, om eigenlijk met meerdere gemeenten nog om die wet inburgering vorm te geven. Ik zit een beetje in een zoom. Dat doen we met de gemeente Elburg, Nunspeet en Putten er ook nog bij. Hè. Dus we zijn samen met een groepje van 6 gemeenten. De gezondheid heeft wel onze aandacht. Alleen richten we op dit moment ons nog even op andere zaken. Dus vandaar ook mijn interesse in dit onderwerp. Waar een collega van gezondheid mij op gewezen heeft. Dus, leuk. Bij deze. Dat is leuk. Je collega heeft je gewezen op de workshop. Ja. Dat was precies wat een beetje hoopte. Dat je elkaar, dat is heel verschillend per gemeente. Of de beleidsmedewerkers van die twee domeinen elkaar een beetje weten te vinden. Maar leuk. Ja, dankjewel. Ja. Misschien goed als jullie ook even weer op mute zet. Dan voorkomen we een gang. Kijk, Emmy, jij hebt je handje opgestoken. Wil jij iets zeggen? Ik zie jou niet.
Wacht even. Sorry. Nou moet het goed gaan. Ik heb je permission to broadcast gegeven. Je moet je camera en geluid nog even aan. Je zou nu toest... Ja, 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 ja. Horen jullie me? Ja, zeker. Oké, nou kijk, dat scheelt weer. Mag je je gelijk voorstellen? Ik ben Emmy Visser. Ik werk bij de gemeente West-Stellingwerf als aanjager armoedebeleid en gezondheid. En nu ook een stukje van het beleid van armoedebeleid. En ik ben aangeschoven omdat ik al een aantal van deze studiedagen heb meegemaakt. En dit was een onderwerp wat ik, waar ik nog niet een workshop in had gevolgd. Dus ik dacht, nou ja, waarom niet? Hallo. Welkom, Yvonne. Ik ben Yvonne. Zo. Dat krijg je, dat je zo'n hele dag dan nog niks gezegd hebt. Ja, ja, ja. Dat is de eerste. Nou, ja, ja. Dat vind ik wel heel zielig. Nee. Yvonne Schoenmakers. Ik ben werkzaam bij de zorgorganisatie Eerste Lijn. Ik ben haar programmamanager. Ik hou me heel erg bezig met verbinding tussen alles wat er binnen het gemeentelijk domein gebeurt. Rondom sociale wijkteams, welzijnsorganisaties. En de eerste lijnzorg en vooral die huisartsen. Een collega van mij is veel bezig met gezondheidsvaardigheden en spreekt daar in de gemeente ook in het stukje statushouders. En ik wilde daar ook gewoon wat meer over weten. Dus vandaar. Oké, fijn. En Vicky dan tot slot, denk ik. Hè? Ja. Ja, even de microfoon aanzetten. Ik ben Vicky en ik werk als onderzoeker bij het Mulier Instituut. En het Mulier Instituut is een onderzoeksorganisatie. En ik ben voornamelijk betrokken bij onderzoeken die te maken hebben met sport- en beweegbeleid of sport- en beweegprogramma's voor migranten. En ik doe voornamelijk kwalitatief onderzoek, dus echt interviewen van beleidsmakers of de einddoelgroep zelf. En dat doe ik met veel plezier. Dus vandaar. Leuk. Ja, dat ik hier ben aangesloten. Dankjewel. We hebben een mooie mix van ervaring hier, dus dat is leuk. Ik zit even te kijken, want ik had natuurlijk een programma samengesteld op een heleboel mensen. dus ik ga de poll denk ik even overslaan, want doordat we een voorstelrondje hebben gedaan, weten we al aardig hoe jullie erin zitten. Ja, het doel van deze workshop is dus om wat te gaan uitwisselen over hoe jullie die verbinding zien tussen gezondheid en inburgering. En wat je al ziet gebeuren in jouw gemeente of in jouw regio, of welke kansen je denkt dat er, nou ja, dat er te grijpen zijn, zeg maar. Dus we kunnen daar mooi, dat zouden we in subgroepen gaan doen, maar dat kunnen we mooi gewoon met elkaar hier doen. Ik wil kort eerst het eventjes hebben over de gezondheid van statushouders, van wat zijn nou de belangrijkste gezondheidsrisico's en de dingen waar je op kunt letten. Dan eventjes door de hoofdpunten van de wet lopen. Ik denk dat jullie dat ook allemaal wel interessant vinden, als ik het zo hoor, hè, dat daar wel wat vragen over zijn. En dan met elkaar in, nou ja, dus dan heb ik een aantal adviezen vanuit ons van waar denken wij nou dat vooral nu op ingezet kan worden, ook in voorbereiding van die wet en straks de uitvoering van de wet. En dan zou ik met elkaar graag willen uitwisselen over van, nou, wat zien jullie nu om je heen, welke kansen zie je, welke vragen heb je aan elkaar of aan ons of aan mij. Om daarover uit te wisselen en als het lukt een actie voor jezelf te formuleren over iets wat jij wil uitzoeken bij jou, in jouw, nee, voor jouw werkgebied, om het zo even zeggen, want niet iedereen is van de gemeente. Nou, en 11:30 sluit, of 11:30 sluiten we af. Is dat goed? En ik zou voorstellen, laten we het gewoon lekker interactief doen. Dus als je iets wil zeggen, mag je je handje opsteken, maar je mag ook gewoon eventjes je geluid aanzetten en iets vragen, want we zijn zo'n klein groepje. Ik heb net aangezet. Ik heb het programma van vandaag hier voor mij openstaan ook. En ik zie dat deze workshop eigenlijk pas om 11:30 zou starten, volgens het programma wat op de website stond. Dus wellicht dat er mensen nog binnen gaan vallen. Maar dan, Nee, want de 9:45 zijn de workshops. En daar zit ik in, zeg maar. En er zijn er om 11:30 zijn er nog flits. Er zijn vanmiddag nog flitssessies. Oh, wacht. Jij om nee, sorry, ik zit gewoon helemaal verkeerd te kijken. Oh, okay. Ik ga mezelf weer muten. Dat is ik schrok al. Jij mag opnieuw. Ik schrok al, maar dat, ja. Nou, mijn eerste vraag aan jullie is, want jullie hebben zo te horen er veel verstand van ook. Als je nou denkt aan gezondheidsverschillen, waar het vandaag over gaat natuurlijk, waar gezond in zich op richt. Gezondheidsverschillen en statushouders. Waar denk je dan aan?
Kun je in de chat schrijven wat dingen zijn die in je opkomen? De chat hebben jullie allemaal denk ik al wel gevonden, hè? Aan de linkerkant, dat is dat wolkje. Dus gezondheid en statushouders, waar denk je aan? Grote individuele verschillen. De onwetendheid is vaak onvoorstelbaar. Antonie, ik weet niet zeker of ik je naam goed uitspreek. Ja. Onbekendheid met het zorgsysteem, zegt Yvonne. Ja, zeker. Ja, hele grote verschillen, hè? Want sommige mensen hebben gewoon een ontzettend goede opleiding gehad. Zijn misschien zelf, werkten misschien zelf in hun eigen land op het gebied van gezondheid en welzijn. En kunnen dan vrij snel de juiste vragen voor zichzelf ook formuleren over hoe dingen hier georganiseerd zijn. Maar sommige mensen hebben ja, veel gezondheidsproblemen en andere nee, normaal, zo maar te zeggen. Maar gebrek aan informatie, ja. Geen onderzoeksbudget vanuit VWS voor statushouders, nee. En wie zegt trauma, PTSS, armoede, minder kennis over gezondheid, communicatie is lastig. Ja, taalproblemen, psychische problemen, andere perceptie van gezondheid en ziekte. Ja, van hoge 6 in eigen land naar lage 6 hier. Ja, dus dat is iets wat je ook heel vaak hoort. Hè? Dus dat als het gaat over die psychische gezondheid, dan is ook dat identiteitsverlies en dat niet meer zijn wie je vroeger was. Dat is iets wat heel veel impact heeft ook op die psychische gezondheid. Wat is een koortsthermometer? Ja, dus niet kennen van hele basisinformatie. Ja. Yvonne, andere perceptie, kun je daar iets van vertellen? Een voorbeeld van geven misschien? Nou ja, toch veelal de verwachting dat als je met een pijntje of een klacht naar bijvoorbeeld een huisartsenpraktijk gaat, dat je toch op zijn minst een medicijn moet krijgen, want dat gaat je beter maken. Of dat je naar het ziekenhuis toe moet, want je bent ziek. Dat soort, ja. Ja. Ja, herkenbaar. Hele andere beelden. Inderdaad zijn mensen gewend om veel medicijnen te krijgen, maar ook dat de arts in het ziekenhuis zit, een witte jas aan heeft. En je inderdaad altijd naar huis stuurt met medicijnen. Dan kom je bij een huisarts die in zijn wollen trui bij jou in de straat zit, bij wijze van spreken in de praktijk. Is dat dan wel een echte dokter? En hij geeft ook geen medicijnen. Hij vraagt misschien, wat denk je zelf dat nu goed voor je is? En zegt, ga maar vroeg naar bed en neem een paracetamol. Ja, er is sowieso, vluchtelingen, is er vaak meer wantrouwen. Door wat ze hebben meegemaakt, door onbekendheid met het systeem. Maar dat wordt dan eigenlijk versterkt omdat dingen zo anders zijn. En inderdaad anders omgaan met medicijnen, maar ook allemaal er anders uitzien, andere gesprekken. Je wordt natuurlijk echt inderdaad, in Nederland wordt verondersteld dat je zelf actief meedenkt over je gezondheid en over behandeling. Dat hoor ik ook terug. Huisartsen krijgen vaak terug, u moet het zeggen dokter. Ja, u moet zeggen hoe ik beter kan worden. En u moet het doen ook eigenlijk. Ja. En dus dat soort verschillen, dus dat zit hem ook heel erg in dat wantrouwen. Kijk, überhaupt een stuk wantrouwen richting instanties vaak, hè, doordat sommige mensen natuurlijk uit een land komen waar je de overheid ook niet kunt vertrouwen. Maar überhaupt is zeg maar door de vlucht de basic trust in de mens vaak geschaad, hè, zoals dat dan heet. Dus het basale vertrouwen in die ander, maar ook ja, het vertrouwen in gezondheidszorg als dat zo anders is. En als je niet het gevoel hebt dat je goed begrepen wordt. En als een huisarts daar dan niet goed mee weet om te gaan, dan wordt dat alleen maar erger. Dus er kwamen ook wel eens mensen naar mij toe die zeiden van, nou, een heel verhaal over dat ze zich niet goed begrepen worden. En zeiden, ik ga daar gewoon niet meer heen. Ja, dat is nogal problematisch, want die huisarts is natuurlijk die poortwachter naar alle andere zorg. Ook naar psychische zorg bijvoorbeeld. Dus het is heel belangrijk dat huisartsen goed weten van, nou, waar zitten die verschillen dan in? Hoe uitzicht dat? En hoe kan ik in mijn gespreksvoering daar beter bij aansluiten en beter uitleggen? Hoe dat hier dan gaat. Nou, dat zijn precies de dingen die wij ook in onze trainingen bijvoorbeeld aan mensen van vluchtelingenwerk, aan taaldocenten, aan klantmanagers, elke keer benadrukken.
van die hele basiskennis van wat is een huisarts en wat doet hij precies en waarom stelt hij die vragen en waarom geeft hij geen medicijnen. Dat is heel belangrijk dat dat goed wordt uitgelegd en het liefst herhaald wordt. Omdat je nodig hebt dat dat vertrouwen in de zorg er is. En dat speelt bij vluchtelingen, maar dat speelt natuurlijk ook bij heel veel andere migrantengroepen. Omdat het Nederlandse zorgsysteem gewoon vaak heel anders is dan wat mensen gewend zijn. Ja. Ja, en tegelijkertijd worden juist volgens mij, ik weet niet meer, een van jullie zei het van, nou ja, een klein pijntje en dan ga je naar de dokter en dan wil je een medicijn, want dan voel je weer goed. Maar tegelijkertijd wordt zorg juist gemeden wanneer er echt iets ernstig aan de hand is of wordt iets als kanker niet vertaald, niet juist vertaald door de zoon of dochter die meegaat naar de spreekkamer. Dus het is gewoon echt een andere perceptie van ziekte en geholpen worden door de arts. Ja, klopt. En beide komt voor. Dus mensen die de deur plat lopen bij de dokter en mensen die juist helemaal niet gaan. En wat je ook veel ziet is natuurlijk dat met name die psychische gezondheidsklachten heel erg zich fysiek uiten. Hè? Het is natuurlijk ook zo dat de psychische gezondheid en fysieke gezondheid samenhangen. Dus als je je heel slecht voelt, dan krijg je ook meer pijntjes. En het is natuurlijk vaak ook een combinatie van de twee en het hangt heel nauw samen. Maar het is veel gemakkelijker om hulp te vragen voor je fysieke gezondheidsklachten. Dus dat is wat mensen vaker doen. En dan is het natuurlijk heel belangrijk dat een huisarts bepaalde signalen oppikt en bij elke week door te vragen over van hoe gaat het nou mentaal met iemand. Want misschien zit daar wel de oorzaak. Maar door die cultuurverschillen en doordat er soms taboes zijn om over psychische gezondheid te spreken, lukt dat niet altijd goed om daarachter te komen. En daarbij geldt ook natuurlijk dat er in veel culturen een taboe is op psychische gezondheid. Hè? Dus dat mensen, als het gaat over psychisch, dan zeggen ze, ja, maar ik ben niet gek. Hè? Want dat is vaak wat er bekend is. Je bent gek en dan word je opgesloten in een inrichting. En dat is het. En dat hele, ja, hier hebben we natuurlijk een enorme diversiteit aan manieren van waarop we psychische klachten benaderen. En is het eigenlijk heel normaal geworden ook om daarover te spreken, dat je je gestrest voelt of somber. Zijn mensen eerder gewend om hun psychische klachten met een vreemde te bespreken, namelijk een hulpverlener, dan met hun eigen familie soms. Terwijl ja, in bepaalde culturen zou je dat nooit met een vreemde bespreken. En hou je dat binnenboord, hang je de vuile was niet buiten. En zeker niet als het gaat over psychische klachten. Want stel je voor dat ze denken dat je gek bent. Dus wij ontwikkelen heel veel materialen in eigen taal of in eenvoudig Nederlands over psychische gezondheid. En dan proberen we ook steeds zo goed mogelijk aan te sluiten bij de woorden die mensen zelf kiezen. En dan gaat het over mijn hoofd zit zo vol. Of ik kan niet stoppen met denken. Of piekeren is dan natuurlijk een heel moeilijk woord. Maar weet je, dat is wat mensen voelen. Als het gaat over psychisch en psycholoog, dan kan het zijn dat mensen daar snel van schrikken. Dus in ons voorlichtingsmateriaal is dat waar we heel erg bij aansluiten. Ook omdat, bijvoorbeeld als je het hebt over Eritreërs in het Tigrinya, bestaan geen woorden voor depressie of voor heel veel psychische aandoeningen. Dus die woorden kennen mensen überhaupt niet. Dus dan is het in het Nederlands ook heel moeilijk om te snappen waar mensen het nu over hebben. Dus dan is het goed om te kijken van, nou, hoe gaat het met slapen? Hoe voel je in je hoofd? Voel je je wel eens bang? Voel je je wel eens heel erg verdrietig dat het niet meer overgaat? Dat soort makkelijke woorden, dan kun je beter aansluiten ook in je gespreksvoering. Nou, dus dat is heel belangrijk, dat zeg maar je zorgverleners en je mensen van vluchtelingenwerk, Humanitas, wat je zegt, wijkteams, dat die dit soort dingen goed begrijpen en goed kunnen aansluiten bij die belevingswereld om goed contact te kunnen maken en om beter te kunnen signaleren of er problemen zijn en beter dat gesprek aan te gaan over hoe kom je dan, wat kun je dan doen als je je slecht voelt. Nou, in Nederland gaan we daarvoor ook naar de huisarts. Die is niet alleen maar voor pillen, maar daar kun je ook mee praten. Die houdt het geheim, weet je, die kan met je meedenken. Nou, enzovoort. Dus vanuit VAROS richten we ons helemaal niet alleen maar op die zorg. Maar juist om al die mensen om statushouders heen, die allemaal een belangrijke rol hebben in die voorlichting over dit soort onderwerpen. En eigenlijk die vroegsignalering van klachten. Omdat we toch in het verleden nog te vaak gezien hebben, nu helaas nog steeds, dat mensen jarenlang met klachten lopen zonder dat eigenlijk iemand dat heeft opgepikt. Omdat ze het zelf niet gewoon verwoord hebben zoals hier verwacht wordt. Dus daar houden we ons veel mee bezig. Even kijken, ik zal eventjes iets... Um,
mijn presentatie met jullie delen. Dan ga ik eerst nog eventjes iets meer in over die gezondheidsrisico's. Ik wil even wat vragen, Elise. Zeker. Jij spreekt net over veel voorlichtingsmateriaal en dat je ook als VAROS zeg maar op pad gaat om voorlichting te geven. Word jij daarvoor gevraagd door bijvoorbeeld huisartsen of vluchtelingenwerk of klantmanagers of iets dergelijks? Of moeten zij vanuit hun professie VAROS benaderen? Want weet je, je kan wel een mooie folder maken in een taal, maar hoe komt het bij de mensen? Ja, wij geven inderdaad zelf die voorlichtingen niet. Dus wij maken materialen die professionals en vrijwilligers kunnen gebruiken in hun voorlichtingen. En wij verspreiden dat bijvoorbeeld door de voorlichters van de GGD, via vluchtelingenwerk, via de NT2-aanbieders, hè, dus de taaldocenten, via de klantmanagers. Nou, zo, we proberen dat zoveel mogelijk te promoten. Het is helaas nog lang niet overal bekend natuurlijk. Dat is onze uitdaging om het inderdaad zo goed mogelijk te verspreiden. Maar wij willen inderdaad zoveel mogelijk die professionals en vrijwilligers toerusten. En inderdaad, zij benaderen ons voor trainingen. Dus ik word door gemeenten uitgenodigd om hun klantmanagers en WO-consulenten te trainen, bijvoorbeeld. Hè. Of volgende week weer voor gemeente Rotterdam, dan train ik de jongere consulenten. Daar worden wij voor uitgenodigd. Hetzelfde geldt voor vluchtelingenwerk. Heb ik dan zelf vrijwillig ook een tijd iets gedaan, dus ben ik daar wat meer bovenop gaan zitten. En de twee docenten geven ook workshops op conferenties, dat soort dingen. Gemeente, ik ben nu bijvoorbeeld weer betrokken rond die nieuwe inburgering via Divosa. Allerlei geef ik dan weer workshops aan de regiocoördinatoren van Divosa. Om te zeggen van, weet je, dit is er allemaal en wijs mensen erop. En stuur ze naar mij toe als ze meer willen weten. Zodat het dan via die klantmanagers weer terechtkomt bij de lokale partijen. Ja. Maar ik zou willen dat dat nog beter gaat, maar dat is wel de weg inderdaad. Dus via de professionals. Ja. Dus ik zal even mijn presentatie delen. Als je ondertussen vragen hebt, dan mag dat natuurlijk. Oh ja, nog één dingetje. Je hebt rechts onderaan, zie je zo'n zwart bolletje met vierkantjes. Dat is hoe je het scherm ziet. Als je kiest voor een groot rechthoekje met daaronder drie kleine bolletjes, dan krijg je de presentatie groot te zien. Het lijkt een beetje een vrachtwagentje, zeg maar. Dus een rechthoekje met drie bolletjes. Lukt dat? Zien jullie de presentatie goed? Oké. Die hebben we gehad. Oh ja, dus dit was... deze had ik in het begin moeten doen. Nou, dit weten jullie nu allemaal al. Goed, gezondheid en inburgering. Nou, als het dus gaat over die gezondheid, jullie hebben denk ik heel veel dingen net al genoemd in de chat. Wij doen vanuit VAROS veel onderzoek natuurlijk naar waar zitten nou die specifieke gezondheidsrisico's en dan ook nog voor bepaalde groepen soms. Hè? Dus we hebben bijvoorbeeld ook een aantal rapporten over Eritreërs en psychische gezondheid of Eritreese vrouwen en de geboortezorg, omdat we daar veel problematiek zien. Nou, en wat je natuurlijk ziet is dat behalve dat mensen allerlei normale gezondheidsklachten hebben zoals iedereen, dat je op een aantal terreinen verhoogde risico's ziet, zoals die psychische gezondheid. En dat kan enerzijds komen door wat mensen hebben meegemaakt natuurlijk in hun eigen land of tijdens de vlucht. Maar het is met name ook de factoren hier die heel veel stress opleveren. Dus dat is dat tweede puntje. Dat heet dan de postmigratiefactoren. Hè? Dus juist al die dingen die nu in het leven van mensen spelen, die stress zo verergeren. En dan gaat het over die armoede- en schuldenproblematiek die net al genoemd werd. Dan gaat het over de zorgen over familie in het land van herkomst. Dan gaat het over de stress rond alle procedures. Mag ik hier wel blijven? Krijg ik wel een verblijfsvergunning? Mag mijn familie overkomen? Hè? Dus die gezinshereniging, dat duurt eindeloos. En je weet al die tijd, weet je niet of je familie mag komen. Ondertussen zitten die misschien wel in een hele onveilige en ongezonde situatie. Dus dat... Ja, je merkt bijvoorbeeld tijdens die gezinshereniging dat mensen het heel moeilijk vinden om te focussen op hun taalles en participatie. Omdat, dat kan je je wel voorstellen. Dus dat zit in woonsituaties die vaak niet optimaal zijn. Mensen komen niet altijd in fijne woningen terecht. En zijn er soms ook gewoon heel ontevreden over, omdat ze echt heel iets anders gewend waren in hun eigen land. Hè? Soms prachtig huizen hadden of meerdere huizen. En opeens een flatje zitten in een niet al te beste buurt. Dus daar ook ontevreden over zijn en daar gestrest van raken. Het gaat natuurlijk over de taal niet spreken. Het gaat over
Dus er zijn al die factoren die... natuurlijk, de druk op de inburgering, de druk op moeten gaan werken, de taal moeten leren, moeten gaan werken, misschien moeten gaan werken op een gebied wat helemaal niet jouw terrein is. Misschien hoopte je weer arts of architect te worden en moet je nu productiewerk gaan doen. Ja, dat levert natuurlijk gezondheidsklachten op, dat kun je wel nagaan. Nou, verhoogd risico op chronische aandoening zien we ook. Problematiek bij jongeren. Nou, veel dingen rond de geboortezorg. Ofwel doordat mensen daar weinig over weten. Nou, of allerlei andere redenen. Nou, en wat je ziet, en dat noemen jullie net denk ik ook al, is dat veel van die klachten te laat in beeld komen en verkeerd of onvoldoende behandeld worden. En dat komt dus ofwel doordat mensen zelf die toegang tot zorg nog niet goed vinden. Omdat ze de weg gewoon niet weten. Of dat ze gewoon niet goed, dat ze niet weten waar ze opvoedondersteuning kunnen vinden. Of wat ze moeten doen als ze stress hebben. Of ja, die huisartsen dachten ze ook, nou, daar ben ik één keer geweest, dat ga ik niet meer doen. Dus ja, dan blijft dat buiten beeld. En inderdaad op het gebied van gezondheidsvaardigheden vaak niet helemaal gezondheidsvaardig zijn, laat ik het zo maar zeggen. En als mensen wel in behandeling komen, dan is die vaak niet effectief. En dat heeft ook te maken met een beperkte tolkenregeling. Hè? Dus soms wordt toch nog geweigerd om een tolk in te zetten. Ja, dan kun je wel nagaan hoeveel problemen dat oplevert. Zowel in het formuleren van je vraag, die als te complex is. Ja, leg dat maar uit als je taal net aan het leren bent. Maar ook in het begrijpen natuurlijk van behandeling of hoe je je daarop voorbereidt. Of wat er nu de bedoeling is. Heeft ook te maken met in hoeverre zorgverleners cultuursensitief werken. En kunnen aansluiten dus bij de belevingswereld waar we het net over hadden. Nou, je ziet inderdaad een quote van een huisarts die ook zegt van statushouders komen met allerlei klachten en pas na een tijd wordt duidelijk wat erachter zit. Dus dan moet het ook een huisarts zijn die daarin wil investeren, hè, die daar tijd en aandacht aan wil besteden. En huisartsen hebben natuurlijk behoorlijk veel op hun bordje, dus ja, helaas hebben ze daar niet altijd de ruimte voor. Nou, dat heeft natuurlijk allemaal grote impact ook op die inburgering en participatie. Hè? En dat is natuurlijk waar gemeenten nu in de oude inburgeringsstelsel mensen vooral zien. De klantmanagers die nu statushouders zien, die handelen met name vanuit de participatiewet en die moeten zorgen dat mensen aan de slag gaan. Inburgering hebben gemeenten nu nauwelijks zicht op. Daarom gaat die wet dus ook veranderen. Maar wat klantmanagers nu al zien, is dus dat, ja, dat er allerlei klachten spelen. Ze krijgen hun vinger er vaak niet achter van wat is er nou aan de hand? Maar het lukt moeilijk om mensen echt op een goede plek te krijgen en dan ook duurzaam aan het werk te houden. En dat heeft voor een deel heeft dat te maken met die gezondheid en psychische klachten. Een klantmanager die hier zegt, hè, van, ze zeggen soms dat ze ziek zijn, niet naar de taalles kunnen. Ook omdat ze zich niet goed kunnen concentreren. Maar dat zijn natuurlijk echt symptomen van die psychische klachten. Dat je keer op keer die woordjes ziet, maar het blijft gewoon niet hangen in je hoofd. Nee, dat kan je je voorstellen als je bijvoorbeeld heel erg bezig bent met je familie. Dus dat is dus vanuit het oogpunt van gezondheid zullen jullie ook denk ik vinden is überhaupt belangrijk, maar ook dus vanuit dat oogpunt om mensen te helpen naar duurzame arbeidsparticipatie of andere participatie is het heel belangrijk om een goed oog te hebben voor die gezondheid. Nou, er zijn natuurlijk allerlei onderzoeken over, ik ga dit niet heel uitgebreid vertellen, maar nou, waaruit blijkt dus dat de verhoogde kans op psychische klachten en ook op andere aandoeningen en dat een grote impact heeft op die inburgering. Dat plaatje rechts, dat is een onderzoek wat wij gedaan hebben samen met KIS. Over van hoe speelt gezondheid nou een rol in die inburgering. Nou, nu in de huidige inburgeringswet zijn er maar weinig mensen die een medische ontheffing krijgen. Mensen zeggen zelf en eigenlijk, je moet half dood zijn om een medische ontheffing te krijgen. Want dan moet een arts echt zeggen van de komende 5 jaar kan jij niet inburgeren vanwege je gezondheidsklachten. Nou, dat zullen ze niet gauw zeggen, want ze zullen toch vaak zeggen van ja, dat kan nog wel behandeld worden, dat kan beter worden. Dus medische ontheffing krijgen mensen niet veel. Maar wat je wel ziet is dat natuurlijk heel veel mensen ontheffing krijgen op basis van geleverde inspanningen. Dus dat wil zeggen dat je aan kunt tonen dat je het hard geprobeerd hebt, maar dat het toch niet gelukt is. En dat is een soort van bulk waar natuurlijk van allerlei dingen onder zitten aan problematiek waar je dan geen zicht op hebt. Dus in dat onderzoek, ja, je krijgt indicaties van gemeenten van hoe vaak vermoeden ze dat gezondheid een rol speelt. Maar je weet het niet. Nou, in de nieuwe wet gaat dat veranderen. Hè? Dus dan heb je geen ontheffing op basis van geleverde inspanning meer. Maar wel nog die medische ontheffing. Nou, en onze zorg is van, wat gaat er dan gebeuren straks, hè, met al die mensen met medische problemen? Als die medische ontheffing zo moeilijk om te krijgen is, gaan zij dan inderdaad een passend aanbod vinden in hun gemeente? Maar goed, daar komen we straks nog verder over te spreken.
Nou, en dus die uitstroom naar werk, dat blijft nog achter, dat weten jullie denk ik ook. En daar speelt dit in mee. Het is dus aan gemeenten, hè, is het nu, in hoeverre zij investeren in dit soort onderwerpen. En in hoeverre zij investeren of klantmanagers ook mogen kijken naar gezondheid, welzijn enzovoort. En dat is heel verschillend. Sommige gemeenten hebben dedicated klantmanagers, zoals dat dan heet. Die hebben een lagere caseload. Die zijn meer toegerust om ook met gezondheid bezig te zijn. Daar ook naar te vragen. Ze weten meer wat er speelt. Maar er zijn ook gemeenten die zeggen, ja, hallo, doelgroepenbeleid doen wij niet aan. De participatie, dat geldt voor iedereen hetzelfde. Als ze kunnen werken, dan gaan ze gewoon werken. Gaan maar productiewerk doen. Ja, verder moeten ze gewoon maar zelf de weg naar zorg vinden. Dat kan, maar... een van die gemeenten kwam na een tijdje toch bij ons van ja, we zien toch dat de cijfers nog heel erg tegenvallen. Het lukt ons toch maar weinig om mensen echt aan het werk te houden. En we vermoeden dat we toch wel iets moeten gaan doen met die psychische gezondheid. Nou, dat vind ik, dat is wel heel mooi, want ik denk dat je, dat is korte of lange termijn denken. Als je korte termijn mensen zo snel mogelijk uit de uitkering wil, ja, dan kan je ze in een fabriek aan het werk zetten, bij wijze van spreken. Maar als je wil dat op lange termijn mensen gezond blijven en duurzaam kunnen participeren, dan loont het toch echt om aan in die beginfase meer te investeren. Dus meer met dit soort dingen bezig te zijn. Nou, en die nieuwe inburgeringswet die eraan komt, die biedt daar kansen voor. Omdat de inburgering tot nu toe, de laatste jaren, een individuele verantwoordelijkheid is. Dus mensen moeten zelf een inburgeringsschool uitkiezen, krijgen een leding via Duo. En zij moeten daar zelfredzaam in zijn. Gemeenten zijn alleen maar bezig met die uitvoering van die participatiewet. Nu die nieuwe inburgeringswet eraan komt, gaat de regie weer naar de gemeente toe. Dus de gemeente gaat daar dichter bovenop zitten. Die gaan kijken van wie is deze persoon, wat wil hij en kan hij. En die gaan ook de inburgeringsaanbieders inkopen. Ja, dus die krijgen meer grip ook op de kwaliteit van het taalonderwijs. Ik denk dat jullie ook allemaal hebben gelezen, hè, over alle fraude die er plaatsvindt, het slechte onderwijs, de enorme problemen nu. Nou, dat hoopt men met deze nieuwe wet te veranderen, doordat gemeenten gewoon veel, veel dichter op dat aanbod zitten. En daar meer op kunnen sturen. Nou, hier staat een quote van een consulent die ook zegt van als wij meer investeren in het begin van het contact door een goede brede intake, kunnen wij ook gezondheidsaspecten meenemen en meer op maat begeleiding bieden. Dus dat is de hoop dat die nieuwe wet dat gaat bieden. Als jullie vragen hebben, moet je het maar zeggen. Ik ga gewoon door. Wat is nou de kern van die nieuwe wet inburgering? De regie gaat dus naar de gemeente. Zij gaan de inkoop doen. En zij doen een brede intake met mensen. Vrij snel nadat ze in de gemeente komen wonen, doen ze een brede intake. Dus dat wil zeggen, ze kijken naar leerbaar, hè, of iemand goed kan leren, wat voor werkervaring iemand heeft, wat iemand wil. Maar ook, wat is de situatie in het gezin? Hoe is het met je gezondheid? Ben je al enigszins wegwijs? Hoe gaat het met je? Dan maken zij een PIP, zoals dat heet, plan inburgering en participatie. Dus dat is een soort persoonlijk plan, waarin zij met de statushouder samen, eigenlijk is de bedoeling dus dat de statushouder daar zelf ook echt eigenaar van wordt, maken zij een plan voor, wat ga jij doen en hoe ziet de komende periode eruit? Kern daarin zijn drie leerroutes. De onderwijsroute, de B1-route en de Z-route. B1-route, dat wil zeggen, dat is eigenlijk de basisroute. Dat wil zeggen dat je taal gaat leren tot B1-niveau. Dus dat is een hoger niveau dan nu is. Hè. Nu moet je A2-niveau hebben. B1-niveau, dat wil zeggen dat is een wat hoger taalniveau. En dat je ondertussen gaat kijken naar op welke manier je aan het werk kan. Dat is de hoofdroute. Voor mensen onder de 28 ongeveer is er ook een onderwijsroute. Dus dat wil zeggen taal leren en dan gewoon instromen in het beroepsonderwijs of ander onderwijs. En de Z-route, dat is de zelfredzaamheidsroute. Dat is eigenlijk bedoeld voor mensen voor wie de B1-route en onderwijsroute te hoog gegrepen is. En dat is een combinatie van taal en participatie, bijvoorbeeld vrijwilligerswerk of andere activiteiten, waardoor mensen toch wel bezig zijn, maar wat meer op hun eigen niveau. Die drie routes zijn er. Er zijn wat zorgen over dat B1-niveau, of dat wel haalbaar is voor veel mensen. Het ministerie van SZW zegt, we verwachten in die Z-route, ik weet het percentage even niet meer precies, maar zegt 15% van de mensen
Terwijl de gemeenten zeggen, nou, onze doelgroep kennende verwachten we daar wel 35% in of zo. Hè? Dus het KIST doet altijd zo'n arbeidsmonitor bij gemeenten. Ook om op te halen van wat verwacht de gemeente zelf van deze nieuwe wet. En daar zie je ook in dat veel gemeenten zeggen, nou, die zetroute verwachten we dat daar veel mensen in terechtkomen. Omdat de andere dingen toch te moeilijk zijn of te intensief. Nee, dat is nog wel een zorg, want die zetroute is behoorlijk duur. Je hebt daar toch wel wat maatwerk in nodig om... Hè, het kan zijn dat er analfabeten in terechtkomen. Of mensen die gezondheidsproblemen hebben. Of mensen die gewoon door hun klachten niet goed kunnen leren. Nou, daar kan van alles in komen. En het idee is dat je daar maatwerk in kunt bieden. Maar als je... Kijk, in Amsterdam of Den Haag zal dat misschien wel lukken. Maar als je een gemeente hebt met een vrij laag aantal inburgeraars... is het natuurlijk heel moeilijk om een aanbod te ontwikkelen voor wat voor elk individu passend is. Dat moet dan ook zoveel mogelijk regionaal worden geregeld. Maar het is natuurlijk nog best wel een punt. Van, gaat dat lukken om daarin echt een passend aanbod voor iedereen te maken? Dus die klantmanager, of hoe die ook gaat heten vanuit de gemeente, die bepaalt samen met de statushouder van welke route ga jij in. En die houdt vinger aan de pols met regelmatige gesprekken. Daarnaast heb je nog steeds het participatieverklaringstraject, dat is er nu ook. De module arbeidsmarkt en participatie, dus dat je je oriënteert op de arbeidsmarkt en kijkt wat ga ik daar zelf in doen. Het financieel ontzorgen is nieuw, daar hebben jullie denk ik ook al wel van gehoord. Hè? Dat wil zeggen dat de gemeente de eerste 6 maanden de financiën mogen overnemen als het ware. Dus in ieder geval de huur en de vaste lasten mogen inhouden en die betalen. Omdat je ziet dat er voor, met name die eerste periode heel veel financiële problemen bij mensen ontstaan. Omdat natuurlijk de administratie en de hoeveelheid instanties super complex is. Zeker als je de taal nog niet spreekt. Nou, dus doordat de gemeente dat eerst wat bij zich neemt en dat stapsgewijs gaat overdragen. Hoopt men dat er minder schuldenproblematiek zal ontstaan. Er zijn ook veel vragen over. Sommige gemeenten zeggen, dat vind ik veel te betuttelend. Dat ga ik echt niet bij iedereen doen, want mensen kunnen dat zelf wel. Andere mensen zeggen, dat kunnen we wel 6 maanden overnemen. Maar als daar niet echt een stevige training en voorlichting in zit over hoe je het na die 6 maanden zelf gaat doen, heb je hetzelfde probleem, maar dan 6 maanden later. Dus dat kost natuurlijk ook allemaal geld. En gaan gemeenten dat ook inkopen? Daar zit een linkje met je armoedebeleid, denk ik. Van, hoe ga je zorgen dat dat ook zinvol is, die ontzorgingsperiode? Even kijken. Wat staat er nou op de onderste? Ik kan dat niet zien, omdat ik jullie daar zie. Wacht even, ik hoor... Oh. Maatschappelijke begeleiding. Maatschappelijke begeleiding, nou natuurlijk, ja. Dat is, hebben mensen natuurlijk nu ook. Hè? Dus dat is wat vluchtelingenwerk vaak doet. In 75% van de gemeente of Humanitas of welzijnsorganisatie. Dus het wegwijs maken in de buurt. Nou, dus dat zijn de kernpunten van de nieuwe wet inburgering. Hebben jullie daar vragen over? Nee? Nee, dat is vrij duidelijk. Oké. Okay. Ik denk wel dat veel gemeenten op dit moment, ik zeg veel gemeenten, maar dat er een aantal gemeenten zijn die al voorsorteren op deze nieuwe wet inburgering. Want wij zijn zelf al bezig met het overnemen van taaltrajecten, juist vanwege ook die fraudezaken. Dus dat wij als gemeente de taal overnemen en de formele taalaanbieders aanbieden om een traject te geven. Dus de hele project statushouders is bij ons bijna al helemaal ingericht op de wijze hoe de nieuwe wet wil werken. Oké, mooi. Interessant. En je gaf net aan van voor kleine gemeenten zou het waarschijnlijk wat lastig worden om die zetroute goed in te richten. Mm-hmm. Ik denk dat dat wel meevalt, want ook de kleine gemeente krijgt natuurlijk ook wat minder statushouders toegewezen. Dus je hebt al wat sneller directe contact met ze. En je noemde dat als Den Haag, dat het daar makkelijker zou zijn. Ik denk juist niet. Oké, omdat het er meer zijn. Ja, omdat het er heel veel meer zijn. Ja. Maar hebben jullie dat dan nu ook al soort van ingericht, die zetroute, of niet? Hebben jullie daar al een beeld van? Daar gaan we nu mee bezig. Want dat is natuurlijk iets wat je echt lokaal moet gaan doen. Maar wat ik in de introductie al even aangaf, wij doen het vooral met de gemeente Ermelo en Harderwijk. Dus met 3 gemeenten richten we alles in door onze uitvoeringsorganisatie. En die zetroutes willen we echt heel lokaal in gaan richten. Dus dat moet echt ons welzijnswerk, daar gaan we dus nu mee aan de slag om dat te bespreken.
hoe we dat gaan doen. Oké, interessant. Ja. Even kijken, Monique, ik zie dat jij erbij bent gekomen. Ik heb je nu toestemming gegeven, ook voor je geluid en je camera. Dus als het goed is, kun je nu ook wat zeggen. Oké, nou, ik ga eventjes nog, ik heb nog één slide en dan gaan we verder met elkaar in gesprek. En dat gaat over, nou, als je nou kijkt vanuit het perspectief van gezondheid en welzijn, wat zijn dan de aandachtspunten? En inderdaad, denk ik, zoals je zegt, Johanna, sommige gemeenten zijn er al heel ver in. En sommige gemeenten zijn er echt nog, beginnen daar nu pas over na te denken en hebben daar helemaal nog niet zo'n beeld bij. Volgens mij is dat heel divers. Maar goed, in ieder geval het woord zorgen natuurlijk dat je in die brede intake en, dit, en dat PIP, dat je daar aandacht hebt voor gezondheid en welzijn. Deze maand komt de handreiking van Divosa over de brede intake uit. Ik ben heel benieuwd in hoeverre dat erin staat. En in hoeverre nou ja, die professionals die er straks dat in die intake afnemen, in hoeverre zij daar ook echt aandacht aan besteden. En of ze daar de juiste vaardigheden voor hebben. Dus dat is eigenlijk gelijk puntje 2. Zorg ervoor dat die professionals die straks die regiefunctie gaan uitvoeren, dat die goed zijn toegerust om met statushouders te werken en om ook deze dingen bespreekbaar te maken. Wat je nu veel ziet, is dat zeg maar, de klantmanagers die nu vanuit de participatiewet werken, dat die straks ook dit gaan doen. Maar er zitten echt toch wel, het is toch echt wel ook een andere rol. Hè? Want je bent veel meer, de bedoeling is dat je veel meer ook naast die statushouder staat en veel meer dus andere levensdomeinen daarbij betrekt. En dat vraagt toch ook wel, denk ik, andere gespreksvaardigheden en wat meer achtergrondinformatie over deze thema's. Hoe kun je nu vragen over die psychische gezondheid? Hoe heb je enig idee over de relatieperikelen die veel voorkomen bij vluchtelingen? En je hoort al veel dingen over scheidingen enzovoort. Dus hebben klantmanagers een idee van die leefwereld en kunnen ze daar goed bij aansluiten? Dat wordt denk ik heel belangrijk. En we zijn nu al veel aan het trainen. En dan merk je dat klantmanagers ook daar wel mee worstelen. Hè? Van hoe verhoudt die P-wet, participatiewet zich nou, tot die nieuwe wet inburgering. En hoe ga ik dat dan combineren ook in mijn werk? Hè? Want je kunt vanuit de participatiewet allerlei boetes opleggen bijvoorbeeld. Ja, vanuit de wet inburgering is dat eigenlijk niet de relatie die je wil hebben. Hè? Wil je toch ook, als je het over gezondheid en gezin bijvoorbeeld wilt hebben, is het ook wel heel handig als je een beetje een vertrouwensband opbouwt. Ja, dus hoe gaat die rol eruit zien? Ik merk dat in trainingen hoor ik dat klantmanagers daar ook nog wel veel vragen over hebben. Van wat wordt er nou precies van mij verwacht? Dus dat is denk ik ook vanuit beleid, hè, en vanuit beleid in de gemeente ook belangrijk om daar, nou ja, daar duidelijk over te zijn. Van hoe dat in de uitvoering eruit moet gaan zien. Het plaatje wat je daar ziet, tips voor professionals in de uitvoering, dat is een handreiking die wij gemaakt hebben. Die is bedoeld voor klantmanagers en die gaat over psychische gezondheid en over hoe je klachten kunt signaleren en bespreekbaar maken. Dus die is nu ook heel bruikbaar voor klantmanagers, maar ook zeker in het kader van de nieuwe wet. Nou, punt 3 is betrek al die partijen om statushouders heen bij het signaleren van gezondheidsproblemen. Dat is waar we het eigenlijk net ook al een beetje over hebben, hè, van zorg dat deze partijen ook alert zijn, weten waar ze op kunnen letten, weten wat er speelt en daar op een cultuursensitieve manier over spreken. Zonder te vervallen in het idee natuurlijk, zonder te gaan stigmatiseren van oh, alle vluchtelingen hebben psychische problemen. Dat is natuurlijk ook niet het geval. Hè? Dat zag je net ook in die cijfers. Ja, er is een verhoogd risico, maar zorg met name dat je alert bent op risico's, maar ook inzet op juist het versterken van die veerkracht. Mensen hebben natuurlijk juist ontzettend veel veerkracht. En met heel veel mensen gaat het wel goed. Zeker in het begin. Maar wil je voorkomen dat het slechter gaat door al die genoemde postmigratiefactoren. Dus veerkrachtversterking en alert zijn op die risico's. Nou, en wat wij bijvoorbeeld ook doen is in gemeente trainingen geven waarin deze partijen bij elkaar zitten. Dat is vaak ook heel leuk, hè? Dus dan zitten de mensen van taalonderwijs en klantmanagers en mensen van vluchtelingenwerk en van de buurtsportcoaches en het welzijn. Om met elkaar te hebben van oké, hoe gaan wij hier nu mee om? Wie doet wat? Weten we eigenlijk van elkaar wie wat doet? En als we nou een ingewikkelde casus hebben, we komen er zelf niet uit. Wat kunnen we daar dan mee? Hoe zit het dan met privacy? Dus dat is dan eigenlijk ook weer punt 4. Breng die ketenpartners samen en spreek met elkaar af van oké, hoe zit die structuur bij ons in de gemeente of de regio eruit? Als we dingen signaleren, hoe gaan we daarmee om? Punt 5 is dus versterk die veerkracht, zelfredzaamheid en gezondheidsvaardigheden van inburgeraars zelf.
de zorg, dat zij ook zo goed mogelijk leren over hoe werkt de zorg in Nederland, hoe zit het allemaal rond opvoeding, waar kan ik hulp krijgen bij opvoeding, waarom zijn bepaalde dingen hier anders en hoe kan ik zelf gezond blijven. Rechtsboven in beeld zie je gezond leven. Dat is onze module gezond inburgeren, zoals die heet. Dat is materiaal waar de taal leren gecombineerd wordt met informatie over gezondheid. Ik kan jullie al deze materialen toesturen, hoor, als jullie het leuk vinden. En dat zijn twee werkboeken eigenlijk die kunnen worden ingezet in de taalles, maar ook door maatjes en taalcoaches enzovoort. Die gaan over het zorgsysteem, dus de huisarts, de verwijsbrief, medicijnen en het lichaam. Maar ook over die psychische gezondheid, ook over middelengebruik en zwangerschap, ook over bewegen, gezonde voeding, water kun je gewoon uit de kraan drinken, dat is gezond en goedkoop, weet je, over suiker, nou eigenlijk dus die hele basale dingen die jullie helemaal in het begin ook allemaal noemden, om die zo snel mogelijk te leren. En waarom we dat gemaakt hebben is omdat er in de inburgeringsles op zich wel aandacht is voor deze onderwerpen, maar pas heel laat, vaak op B1-niveau komt het soms pas. En eigenlijk juist die eerste periode wil je dat mensen deze informatie al krijgen. Dus we hebben het expres gemaakt op A1, A2 niveau. Dus dat is echt als je net begint taal te leren. Met plaatjes erbij die ook getest zijn met de doelgroep. Wat zijn het begrijpelijke plaatjes? Zodat je vanaf het allereerste taalniveau daar informatie over kunt geven. Ze leren dan woorden over gezondheid. Dus dat helpt hen ook in hun gezondheidsvaardigheden. En ze krijgen informatie over hoe dat werkt. Probeer natuurlijk zoveel mogelijk samen te werken met sleutelpersonen en statushouders zelf. Gelukkig is dat iets wat je steeds meer ziet, hè? Dat in gemeenten of bij bepaalde instanties ook mensen uit de doelgroep zelf een rol krijgen als bruggenbouwer of als voorlichter of als adviseur. Wij hebben vanuit VAROS ook meer dan 150 sleutelpersonen getraind. Dat zijn mensen die zijn zelf gevlucht en die hebben een achtergrond ook als arts of medisch of maatschappelijke functie gehad. En die hebben vaak in hun eigen gemeenschap al een soort van rol van bruggenbouwer en wegwijzer. Maar die trainen wij en die krijgen dan een plek vaak bij een welzijnsorganisatie of bij een gemeente. En die kunnen worden ingezet om enerzijds als gemeente bijvoorbeeld op te halen van wat leeft er nou bij de doelgroep en wat kunnen we nou doen om, zeg maar wat, puntje, puntje, puntje. Maar die worden ook ingezet bij het geven van voorlichtingen bijvoorbeeld als tolk en als cultural mediator, zeg maar. Bij ingewikkelde casuïstiek worden ze er soms bij gevraagd. Hè? Dus als een klantmanager er echt niet uitkomt, dan kan die vaak ook met een sleutelpersoon even sparren. Omdat hij toch vaak beter begrijpt of beter erachter kan komen wat er echt speelt bij iemand en wat er nodig is om problemen op te lossen. Nou, dat zijn allemaal tips. En nu, voor deze gemeenten zijn nu natuurlijk vooral bezig met die marktconsultatie, het voorbereiden op de inkoop. We zeggen van nou, kijk, neem dit soort dingen, deze aandachtspunten ook nu mee. Bijvoorbeeld door met een taalaanbieder te kijken van besteden jullie aandacht aan gezondheid en wegwijs worden in de wijk? Bijvoorbeeld met die module gezond inburgeren. Of heb je een sleutelpersoon op de taalschool? Ga je inderdaad langs bij de instanties in de wijk? Ga je een keer het telefonisch menu van de huisarts doornemen? Ik noem maar dingen. Gedetailleerd zal het misschien niet zijn. Maar om in ieder geval alert te zijn op al die aspecten. Zorgen dat dat in het aanbod terugkomt. Goed, nou stop ik weer eventjes met praten. Deze doe ik weg. Zo. Dan kan je hem weer op tiled zetten, hè, als je iedereen weer wil zien. Dan krijg je weer 6 vierkantjes. Even kijken. Monique, we zien jou nog niet, maar als je wil, je mag je camera aanzetten en je geluid. Hebben jullie hier vragen over of reacties? Nee? Allemaal helder? Oké. Okay. Even naar de tijd. 10:50 zijn we. Ik heb wel een vraag. Want je had het zo straks over het cultuursensitief communiceren. Hè, van wat er in die dokterspraktijk zeg maar, gebeurt. Ik hoor je net zeggen, jullie geven trainingen aan klantmanagers, maar ook aan sleutelfiguren. Maar doen jullie dat ook bij praktijkondersteuners of artsen? Ja? Ja, zeker doen we ook. Dus we doen nascholingen bij huisartsen. Ze kunnen natuurlijk zelf kiezen wat ze doen. Hè? Dus daar vang je niet alle huisartsen mee. En we proberen
steeds meer en zoveel mogelijk bij opleidingen aan te sluiten. Je wil natuurlijk eigenlijk dat cultuursensitief werken, dat gewoon in de opleidingen zit van medische opleidingen en welzijnsopleidingen. Dus dat doen we steeds meer. En via de beroepsorganisaties proberen we dingen te doen. Dus we werken samen met de beroepsvereniging van huisartsen, maar ook inderdaad met POH. We hebben een aantal online leerplatforms die ook gaan over deze onderwerpen. Waar staat POH voor? Praktijkondersteuner bij de huisarts. Oh ja. Ja. En je hebt vaak een praktijkondersteuner bij de huisarts somatiek. Dus die helpt bij diabetes. En, dus het is echt om de huisarts te ontlasten. Maar je hebt ook een POH GGZ. En die zit dus in de huisartspraktijk. En die kan een aantal gesprekken met je voeren als je bij psychische klachten. En dat is juist, enerzijds juist heel geschikt voor statushouders, want dat zit in de huisartspraktijk. Dus dat is heel laagdrempelig. Hè? Terwijl juist die tweede lijns GGZ, behalve dat er enorme wachtlijsten zijn, dus het is heel moeilijk om in te komen, is dat ook nogal een drempel als je gewend bent dat er een taboe op zit, om dan echt naar een psycholoog of psychiater te gaan. Dat is best wel een hele stap. Terwijl als je gewoon naar de huisarts toe gaat en daar met iemand praat, dat is... Dus dan zeg je eigenlijk van niet zozeer die huisarts als eerste aanpakken, maar juist de POH'ers. Ja, je gaat eerst naar de huisarts toe en die zegt dan van, oh, weet je wat, ik stel voor dat je een aantal gesprekken gaat houden met de POH. POH, ja. Dus dan ga je daar, ik geloof dat die 5 of 6 gesprekken kunnen doen. En dan kijken ze van, nou, wat is er dan nog meer nodig? Moet je nou echt toch wel naar een psycholoog, dus echt naar de GGZ worden doorverwezen? Omdat er echt wel meer speelt, hè? Echt een diagnose gesteld moet worden. Of op een andere manier aan je psychische gezondheid werken. Maar ik bedoel eigenlijk de training, zeg maar. Als Pharos, zeg maar. Aan dat cultuursensitieve communiceren. Want we hebben natuurlijk gewoon te maken niet met opleiding, mensen die van de opleiding komen, maar mensen die al een tijd werken. En je ziet ook dat de statushouders straks gaan toenemen. Hè? De taakstelling voor 2021 die gaat giga omhoog. Ja. Maar als Pharos, zeg maar, dat je dan de huidige zittende huisartsen en POH'ers traint. Dat bedoel ik eigenlijk. Ja, dat doen we op aanvraag, zeg maar. Dus dat gaat met name via de beroepsorganisaties of via lokale of regionale initiatieven, zeg maar. Dus ik weet, een collega van mij is nu bezig met een training voor de POH. Volgens mij is dat dan in regio Rotterdam of zo. Ja, ik weet niet, het is dan op aanvraag is dat. Okay. Dus daar bereiken we niet structureel iedereen mee. Nee. En met name bij die POH vind ik dat wel een aandachtspunt, hoor. Want er zijn natuurlijk ontzettend goeie. Maar je hoopt gewoon dat iemand inderdaad toch wel... Ja, vaak hebben ze niet veel statushouders in hun praktijk. Dus dan kun je ook niet verwachten dat een POH-begeleider heel veel ervaring heeft met statushouders en met cultuursensitief werken en met die taboes. Dus dat is ook lastig, want ze krijgen natuurlijk zoveel doelgroepen voor zich. Maar ik hoop dat we met die beroepsorganisatie meer kunnen gaan doen. Maar dat loopt nog niet heel lekker, maar dat willen we wel. Ja. Oké, en je gaf net ook aan dat je sleutelfiguren aan het trainen bent. Hè? Dat je 150 had je al getraind. Zijn die dan de bruggenbouwers eigenlijk, hè, als je die in die gemeente hebt, naar juist die huisartsenpraktijken toe? Of staan die daar toch een beetje los van? Ja, die huisartsen, dat is natuurlijk vaak best wel een beetje lastig om daar met initiatieven voor speciale doelgroepen binnen te komen, zeg maar. Omdat die natuurlijk zo ontzettend druk zijn. Dus ik hoor van gemeenten dat zij wel proberen om huisartsen aan tafel te krijgen. Of om dit soort initiatieven op te zetten. Maar dat gewoon best wel heel lastig is. Ja. Dus dan moet je kijken. Ik hoorde één gemeente een keer, dat vond ik wel een hele leuke list. Die hadden... Die zeiden van we hebben een gemeentelijke tolkenregeling. Dus die namen daar een stuk zorg uit handen. Maar dan verwachten we wel dat je deelneemt aan dit en dit, weet je wel. Dus daar, om die samenwerking. Ja. En ik had... Mag ik aanvullen? Ja, tuurlijk. Ja. Want de partij die ik nog niet genoemd heb in die huisartsenpraktijk zijn die assistenten. Daar is het natuurlijk ook heel belangrijk om wat mee te doen. Want als je daar niet eens doorheen komt, bij wijze van spreken, dan kom je helemaal niet aan het bureau van die praktijkondersteuner of die huisarts te zitten. En Johanna, ik zou je echt aanraden even te kijken van wat voor ondersteuningsorganisaties zijn er, wat voor zorggroepen zijn er binnen die eerste lijn. Daar zitten ook wat meer beleidskracht.
En zij organiseren vaak ook wel scholingen en ondersteuningsprogramma's. En op het moment dat je via die weg binnen kan komen, dan is het makkelijker wellicht. En zijn het bekende partijen. Oké, dankjewel. En anders moeten wij straks even mailadressen uitwisselen. Dan kan ik je wel misschien een beetje op zijn spoor brengen. Graag. Ja, mooi. Ik bedoel om te kijken, om lokaal en regionaal te kijken van wat is er aan ondersteuningsaanbod om je professionals beter toe te rusten voor deze doelgroep. Wil je dat, Yvonne? Nee, wat is er voor structuur? Wat voor organisaties zijn er? Hoe heeft de eerste lijnzorg zich... Zeewolde was het, hè? Ja. En de omgevingen daar georganiseerd. En je hebt in ieder geval de ROS, de regionale ondersteuningsstructuur. Die kan je wellicht daar meer over vertellen. Oké, mooi. Maar daar ga ik zo wel even... Ja, en wat leuk zou zijn, is om met dat type organisatie eens een keer om tafel te zitten. En te zeggen van, nou, wat zien jullie nu als het gaat over statushouders? Wat is er aan aanbod voor deze groep? Bijvoorbeeld van cultuursensitief aanbod in de eerste lijn, maar ook in de nulde lijn. De nulde lijn staat er ook heel belangrijk in, dus in welzijn. Oké, dankjewel Yvonne. Ja. Want daardoor moet ik denken ook met name ook van die lokale veerkrachtversterkende trainingen. Vanuit GGD wordt dat wel eens georganiseerd of vanuit lokale maatschappelijke organisaties. Dingen als Mindspring of Mindpower, Seven Roses heb je. Nou, er is een hele lijst aan interventies die heel erg inzitten op empowerment, veerkrachtversterking. Nou, om met name te zorgen dat die... En waarin ook mensen worden wegwijs worden gemaakt in het aanbod in de buurt. Voor als ze zich niet goed voelen. Dus dat kan ik ook wel aanbevelen om daar dat eens te inventariseren. Ja. Even kijken, als ik het nou goed begrepen heb, dan Emmy en Johanna, jullie zijn de enige van de gemeente, toch? Ja, ik wel. Ja. Waar ik benieuwd naar ben, is van, nou, dat is eigenlijk een vraag aan iedereen hoor, maar van, als je dit zo allemaal hoort, als je nu denkt aan jouw eigen werkgebied, welke kansen zie je dan voor die koppeling inburgering en gezondheid? Dus ik weet niet of Vicky en Antonie daar iets over kunnen zeggen, maar misschien meer voor de anderen, maar nou ja, iedereen mag daar, wie wil daar iets over zeggen? Dus welke kansen zie je zelf nou? Johanna, ik vind het ook leuk wat jij wil delen over wat je al goed vindt gaan, hoor. Dat mag ook. Nou ja, wat ik net ook als eerste zei in die chat. Wij doen bij het Molier Instituut. Monitoren wij het. Nou, ik weet niet of dit... ik wil ook niet te veel informatie geven, maar ook niet te weinig, zodat jullie het snappen. Maar in elk geval, wij krijgen budget van... Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, om te kijken wat er wordt gedaan binnen gemeenten aan sport- en beweegbeleid voor migranten. Dus wij krijgen onderzoeksbudget om mensen in gesprek te gaan, te kijken bij programma's, wat is er allemaal. Maar we krijgen eigenlijk geen, daar zit geen stukje statushouders bij. Dus... als je ziet eigenlijk hoe belangrijk, juist ook onderdeel van meedoen, kan ook sport en bewegen zijn. En dat hoeft niet eens direct bij een sportvereniging te zijn, maar in de buurt of weten waar je terecht kan. Dan is het toch wel echt een heel groot gemis dat we niet ook daar mogen kijken. Dat duw ik nu wel stiekem met een collega, het eigen budget. maar het is eigenlijk toch vreemd dat dat niet... ook onderdeel is van onderzoek en beleid. En dat We hebben daar een aantal jaar geleden wel iets op gedaan rond beweging en statushouders, ook met een filmpje en zo. Er is een collega van mij mee bezig geweest. Dus ja, het is misschien interessant om nog eens te kijken van hoe we het toch weer kunnen... Leuk, op de politieke agenda. Ja. Hoe schrijf je Molier? Molier, M-U-L... I-E-R. Oké. Ik ga eens opzoeken. Ja. Emmy, jij hebt het nog niet zoveel gehoord. Wat denk jij er allemaal van? Ja, ik vind het wel een uitdaging. Ik denk dat het heel goed zou zijn om dit in het nieuwe inburgeringsproces ergens in ieder geval op te nemen. Omdat het dan verankerd is in beleid. Dus daar ga ik met mijn collega over praten die dus over inburgering gaat. Ik weet wel, we doen ook dingen
al voor deze doelgroep. We hebben bijvoorbeeld beweegteams die van alles organiseren. En die doen dan bijvoorbeeld ook zwemles voor dames uit deze groep die dan niet samen met heren willen zwemmen. Nou ja, dan regelen ze dat op die manier kan. Dus dat zijn wel wat dingen die we doen. Maar we zijn een kleine gemeente, dus we hebben, 120 statushouders. Dus dat is ook gewoon een hele kleine groep, omdat ze divers zijn. Dus als je dan een zwemklasje vol wil krijgen, dan moet je best wel je best doen, zeg maar. En ook met leren fietsen doen we ook al veel. Ook omdat we zien dat als het om gezinnen gaat, dat de vrouw vaak thuis zit en eigenlijk niet buiten komt, daardoor ook geen netwerk opbouwt. En dingen als leren fietsen geeft daar echt vrijheid in. Dus dat, daar doen we dan ons best voor om dat te regelen. Waarbij je dan ook weer tegen het punt aanloopt dat ze dan vervolgens bijvoorbeeld geen geld hebben voor een fiets. moeten we daar weer een oplossing voor zoeken. Maar zo doen we dan op ons kleinschalige niveau doen we ons best. En ik denk dat het heel goed zou zijn om het in ieder geval ook vooral het psychische gedeelte op een of andere manier te gaan verankeren in het nieuwe beleid. Ja, oké, dankjewel. Ja, goed idee dat je gaat praten met je collega van inburgering. Om de koppen bij elkaar te steken. Ja, ja en inderdaad, ik vind het wel mooi wat jij noemt van die situatie van vrouwen. Is nu inderdaad vaak achtergesteld, zeg maar. Hè? Omdat natuurlijk vanwege die participatiewet. Als een van beide partners aan het werk is, dan is het gezin uit de uitkering. En degene met de meeste werkervaring en die de taal het beste spreekt, is vaak een man. Omdat het gezinshereniging toch het meest de man eerst komt. En dan zie je dus dat man aan het werk gaat en vrouw buiten beeld raakt voor de gemeente. Hè? En nu met die nieuwe inburgeringswet krijgt iedereen zo'n brede intake en PIP. En gaan vrouwen dus ook zelf begeleid worden en het liefst zo samenhangend mogelijk. Zodat ook echt naar het gezin wordt. Herken jij dat, Johanna? Oh, je geluid moet even aan. Hoor je niet? Hoor je mij nu wel? Ja. Ja. Wij hebben natuurlijk al enige jaren het project statushouders, waarbij we in eerste instantie ook dat uitgangspunt hadden, hè, wat veel gemeentes hebben van een van de partners gaat dan starten. Maar wij hebben echt gezegd van voor de taalroute, of de taalaanbod, zeg maar, daar betrekken we toch beide partners bij. En vaak krijgt de een de voltijds aanbod. Dus gaat hij echt 4 dagen, krijgt hij dan taallessen. En vaak is dan de partner die dan de deeltijdroute volgt. Maar we hopen eigenlijk dat iedereen de voltijdroute doet, omdat je dan in een hele korte tijd heel veel taal leert. En dan zorgen we dus ook dat de kinderen op de opvang zitten of op school zitten. Dus dat daar geen zorgen over zijn. En dan, dus we proberen beide partners daarbij te betrekken. En een aanbod te doen. Ja, want nu is die kinderopvang natuurlijk vaak een probleem, hè? Ja. Hoe financier je dat dan? Want dat is natuurlijk best wel een kostenpost dan. Nee. Dat is ook inderdaad een kostenpost. We hebben een paar, dat hebben we dan met de uitvoeringsorganisatie, hè, van de 3 gemeenten. Daar zijn een aantal plaatsen, zeg maar, ingekocht. En die worden, zeg maar, benut om de kinderen een plek te geven. Ja. Ja, dat is inderdaad een kostenpost. Ja, maar wel een hele belangrijke om die vrouwen juist mee te kunnen. Ja, zeker ook de vrouwen. Ja. En wat wij dus doen is, nadat ze de taal een half jaar echt heel intensief gevolgd hebben, gaan ze al de participatietraject verder in. Dus een halve dag krijgen ze dan taal en de andere halve dag krijgen ze eigenlijk de arbeidsvaardigheden. Aangeleerd, omdat die toch heel anders zijn dan in het land van herkomst, wat hier van ze gevraagd wordt. Dus het is een heel intensief traject, maar we zijn er eigenlijk wel heel erg blij mee dat we dit, dat we dit doen en mensen eigenlijk zo groot mogelijke kans geven om nu al mee te kunnen participeren op een vrij snel moment. Ja. Dus eigenlijk wat jullie nu al aanbieden is een soort van B1-route al? Of zie je dat? Ja, eigenlijk wel. Ja. Ja, alleen dat is natuurlijk nog niet op B1, hè, want dat hoeft nu nog niet. Ja. Maar we gaan wel die kant op, ja. 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 Dus we zijn nu wel heel erg bezig om te kijken van wat we dan lokaal kunnen gaan, nou, dat zei ik al, hè, lokaal kunnen gaan inrichten, omdat we straks inderdaad ook die Z-route moeten in moeten gaan vullen. Ja. Ja. Want hoe denk je dat dat eruit gaat zien, die Z-route bij jullie?
Nou ja, wat ik nu weet is dat we in ieder geval in die Z-route natuurlijk ook te maken hebben met analfabeten. Alleen proberen we die ook een plek te geven in de B1-route. Want het zijn vaak mensen die wel cognitief, vaardig zijn. Dus niet alleen in die Z-route. Even kijken hoor. Dus de taal wordt wel belangrijk. Die 800, voor mij even uit mijn hoofd, 800 uur dat we sowieso aan de Z-route moeten besteden, een aantal uren. Dus er wordt sowieso veel aan taal besteed, maar ook het participeren in de lokale samenleving. Dus inderdaad met de buurtsportcoaches, echt welzijn. Maar het moest verder nog goed uitgewerkt worden. We hebben nog een jaar, hè? Ja. Of meer. Of meer, ja. Ja. Ja, het is nog iets wat we goed moeten kijken wat mogelijk is. Ja. Ja. Heeft iemand anders iets toe te voegen of te vragen? Nee? Ik had nog een... Ja? Nou ja, ik had nog wel even jouw opmerking over zo snel mogelijk statushouders gaan met informeren over gezondheid. Hè, en hoe ze dan bij de huisarts moeten komen en dergelijke. Maar heb jij dan al, of jullie als vaders, ook al naar de PVT, de huidige PVT-trajecten gekeken? Of daar niet of wel voldoende aan gezondheid wordt besteed? Want dat is natuurlijk vrij snel hè, dat ze het PVT-traject krijgen. En daar is gezondheid ook een van de items. Ja, en het is, ja, precies, dat is heel mooi. En dat wordt heel verschillend ingevuld. Hè. Soms is het heel klein en soms is het wat uitgebreider. Maar inderdaad, dat is een goede aanbeveling. Ja, die zal ik nog even apart bijzetten. Ja, want het wordt inderdaad al wel gedaan, ja. Maar soms is het heel minimaal. Hè. Ja. Want hoe is dat bij jullie? Kun je... Ja, nou ja, het is maar net hoe je ernaar kijkt, hè? Wat dan heel, heel uitgebreid is of wat niet. En ook vluchtelingenwerk heeft natuurlijk in die eerste maanden ook nog een rol in het wegwijs maken van de statushouder in de gemeente. Ja. Dus die pakt ook al een deel over. Ja, dat klopt. En ik denk dat zowel wat betreft PVT en vluchtelingenwerk hangt natuurlijk heel erg vanaf hoe dat wordt uitgevoerd en hoe grondig dat is. Zeg maar al die dingen die jullie helemaal aan het begin noemden, hè, van... Antonie, wat jij zei, dat mensen soms niet eens weten wat een koortsthermometer is. Of dat mensen niet begrijpen waar die huisarts nou echt voor is. Dat is maar de vraag of dat wordt uitgelegd. Dus daarom vinden wij het heel belangrijk dat inderdaad die maatschappelijke begeleiders ook heel alert zijn op deze onderwerpen. Maar tegelijkertijd hebben die natuurlijk een enorme waslijst van dingen die ze moeten regelen. En moeten die vaak ook gewoon prioriteit geven aan zeg maar, de basale... Zorgen dat dingen op de rit komen en de administratie op orde is, zeg maar. En dan, ja, een huisarts regelen zit daar vaak dan nog wel bij. Maar om echt dus ook te zeggen van, nou ja, als je last hebt van dit, wat ga je dan doen? Of als je vragen hebt over je opvoeding, waar kun je terecht? Of hè, kijken van, wat is er nou een aanbod in de wijk? Dat is iets waar heel veel vrijwilligers ook geen tijd voor hebben nog, helaas. Dus dat, maar dat is iets om aandacht voor te blijven vragen, ja. En ook iets wat je in je eigen... Dat je eigen rol eens naar kunt kijken. Van, is dat voldoende? Is dat cultuursensitief? Zijn die vrijwilligers daarvoor toegerust? En hoe zit het in die module? Ja. Nou, we gaan richting afronding. Want jullie moeten van de voorzitter boterhammen smeren voor het verhaal van Mariette, geloof ik. Hè? We gaan zo'n kwartiertje pauze houden. Wat nemen jullie mee uit deze workshop? Heb je... Mijn vraag was eigenlijk, formuleer een actie voor jezelf. Doe dat nog maar even. Schrijf voor jezelf een actie op naar aanleiding van wat we allemaal hebben besproken. Als je dat hebt. Wat ga jij doen op dit gebied? En als je wil, zou ik het leuk vinden als je hem even in de chat zet. Kunnen we het nog even van elkaar zien. Je mag hem ook in je eigen boekje schrijven natuurlijk, dan onthoud je hem beter. Maar ook in de chat.
Ik zie nog een hele goede tip van jou, Antonie, in de chat. De gezondheidsvaardigheden van de ouders bevorderen via de gezonde school. Ja, die school is een hele belangrijke toegangspoort, inderdaad. Er kan heel veel gedaan worden. Mooi. Ja. Leuk. Je vond het zinvol. Fijn. In contact met gemeente ophalen wat hun plannen zijn. Ja, mooi. Leuk, ja. We hebben op de vanuit Varos heel veel eenvoudig voorlichtingsmateriaal en ook checklisten over hoe je je eigen materiaal kunt controleren op begrijpelijkheid. Vicky, misschien kun je daar kun je ook bijvoorbeeld je eigen vragenlijsten. Ja, handig. Toevallig gaat iemand van Varos binnenkort kijken naar iets wat ik met een collega aan het ontwikkelen ben. Oh, leuk. Oké. Okay. Dus, maar goed om te weten dat we dat ook dit zelf kunnen doen zonder per se direct. Ja. Dus een checklist een checklist voor bestaand materiaal en nog een ander instrument. Nou, ik kan nog wel een linkje sturen. Ja. Even kijken. Johanna zegt met de beleidsmedewerker over spreken. Leuk. Emmy, en jij gaat met je collega van Inger. Nou. Hartstikke leuk om te lezen. Nou, ik heb jullie namen opgeschreven. Dus ik zal jullie, als jullie het fijn vinden, stuur ik jullie nog wat materiaal toe. De presentatie en wat van de materialen die ik genoemd heb. Ik zal even een overzichtje maken. Ik denk dat ik jullie zijn ingeschreven. Dus dan vind ik jullie mailadres wel. Nou, en laat het weten als je nog een keer vragen hebt of over iets wil sparren. Vind ik alleen maar leuk. En dan wil ik jullie heel erg bedanken voor deze kleine, maar fijne workshop sessie. En ja, bovenaan, dus dan kan je ook naar de lobby gaan. Ja. Nou, dankjewel. Ja, jij ook bedankt. Dag gedaan. Oké. Dag. Dag.